Hey. Hallo allemaal. Gaat het ook zo goed met jullie? Ja, je kan wel denken van ja. En waarom zeg je dat niet? Luid. En beaam je dat? En ben je dankbaar voor het feit dat je in principe elke dag het recht hebt om de afwas te doen en je teennagels te knippen, je haren te wassen, your body, your choice. Ja, what is it going to be, boy? Yes or no? Ja, dankbaarheid. At-one-ment. Atonement, zeggen ze wel eens. Maar het is at-one-ment. Boetedoening. Zucht. Het onderwerp is de Holocaust. En de Tweede Wereldoorlog. Dat duikt telkens weer op. En dat komt omdat er gelogen is over het leed wat zelfstandigen zoals Joden, maar niet alleen Joden, is aangedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Holocaust ontkenning is strafbaar. Dus als jij zegt, er zijn geen 6 miljoen Joden vergast, dan loop je gevaar, hè? Dan ben je een fascist. Het punt is, ik weet niet. Ik, Perry Winkel, 059-668-301. Dat is geen telefoonnummer, dat is mijn burgerservice nummer. Maar ik weet niet waar ze zijn vergast. Punt. En hoe? Dat weet ik ook niet. Ik weet dat een crematie in Westgaarden. Want mijn vader die wilde graag gecremeerd worden. Jeetje, wat kost het een tijd, man. Dat is 1,5 uur of zo. Ja, mijn vader die is mishandeld in het ziekenhuis. Overleden aan een bacteriële infectie van MRSA. Een hele nare bacterie. Een ziekenhuisbacterie heet dat. Nou, die wilde gecremeerd worden. Nou, ik voel me netjes. Ik niet hoor. Ik stel mijn lichaam ter beschikking aan de. Maakt me niet uit. Ja, go and knock yourself out. Ik denk, als ik doodga, dat ik blijer ben dan de mensen in mijn omgeving. Omdat momenteel ik blijer ben en al heel lang blijer ben
dan de mensen in mijn omgeving. Nou, Perry, dat kan niet, want jij drinkt alcohol en dat is uit frustratie. Nee, dat is helemaal niet zo. Ik ben niet gefrustreerd. Ik ben dankbaar. Morgenochtend krijgen die kloothommels van de gemeentewerf 10 opdrachten van mij. Hier staat troep, daar staat troep, daar staat troep. Netjes foto's erbij in GPS-locaties. Nou, jullie zijn toch zo goed, hè, in het opruimen van rotzooi van, tussen aanhalingstekens, de Turken? Of andere buitenlanders die hun rotzooi gewoon maar bij de ondergrondse container zetten. Dan wordt het wel opgeruimd. Maar die mensen die dan hun rotzooi maar bij de container zetten. Van ja, dat wordt vanzelf opgeruimd hoor. Je hebt rotzooi, hè? En dat doe je gewoon bij de weg in de buurt van de ondergrondse container. Of ze flikkeren het gewoon in een boomspiegel. Dat lef hebben ze ook nog. Nou, ik zou zeggen coronapas allemaal. En verplichte COVID-19 injecties. 10% van je hersencellen weg. Uppakee. Krik. Fuck yourself. Maar terug naar de Holocaust. Wat is er gebeurd? Nou, er is een organisatie op deze wereld en die heeft 80% of 90% van alle grond, inclusief visserij, grond. En jij zou zeggen, ja, dat is geen grond, dat is de zee. Ja, maar je hebt visrechten. Mag je vissen? Ja, in daar waar je mag vissen, dat heet visserij, grond. Daar waar jij diepe gaten mag graven, op zoek naar steenkool of ijzer of goud of kwik. Dat zijn rechten. Tot het mijnen. Nou, dat je het even begrijpt. En al die rechten, voor 98%, die zijn in handen van de katholieke kerk. Die weldadige kerk van Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en tot in het uur van onze dood. Amen. Happy McDonald's deal, meal. De hemelkoningin, de moeder van God, dat zijn die katholieken, dat zijn die globalisten. De katholiek en globalist, dat zijn twee verschillende lettercombinaties. Maar katholiek is Grieks, globalist is Nederlands. Right. Nou, dus de katholieken, die hebben de macht. Al heel lang. Ze hebben ook de mooiste huizen, de mooiste tuinen, de mooiste oprijlanen, de mooiste auto's. En die hebben ze
om ons te helpen. Als jij me niet gelooft, dan moet je gaan kijken naar die verfilming van dat boek In the Name of the Rose. Met die Schotse, oh, die Sean, ja, Sean Connery. Die heeft toch ook James Bond gedaan? Zo. En Sean Connery, die zegt het zelf, of hij krijgt het te horen, ik weet het even niet meer, hè, dat de katholieke kutkerk, de KKK, de Ku Klux Klan, die heeft geld nodig om de slechtheid te bestrijden. Pauze. Kijk naar die film In the Name of the Rose. Kijk naar die film. Zogenaamd gaat het over vergiftigde inkt. Zo. Als je de pagina's van het boek maar omslaat, dan ga je dood. Aan de kaliumcyanide. Of cyankali, die in die inkt zit. En dan ga je dood. Dat is zogenaamd het verhaal. De werkelijke boodschap is dat de katholieke kut of klote kerk, om inclusief te zijn, de KKK, de Ku Klux Klan, de drie keer kaf, die hebben geld nodig om ons te leren om goed te zijn. Look it up. Je gaat het zien hoor. Wel, ik heb die film helemaal uitgekeken. In de Naam van de Roos. Hoe heet die vent ook alweer? Die dat geschreven heeft. Die Italiano. Umberto Eco. Een useless eater. En dat vind ik van al die Holocaust mensen. Useless eaters. Het zijn psychopaten. Zonder smaak. Ik kan koken. Ik schep orde uit chaos. Afgelopen vrijdag had ik het best eenvoudige ingrediëntenlijst aangeleverd, 2 weken van tevoren. En ik krijg hele andere dingen. Het was maar een spaghetti carbonara. En zo'n schat, ik vind haar heel lief en ik vind haar ook een heel mooi lichaam hebben. Ja, ik ben veel te oud voor haar. Ze heeft bruine ogen. Nou, een mooie vrouw. Sterke beenspieren. Een mollige vrouw. Maar dan ook lekkere tieten. En ze heeft een licht kleurtje. Maar ja. Dat maakt niet uit. Door die vrouw hoef je niet per se mee te nemen naar Mallorca. Om haar een tintje te geven. Dat heeft ze van zichzelf.
En ze gaf mij een compliment. Dat vind ik zo fijn. Die mooie bruine ogen van haar. Dat ze zo... Ja, dat denk ik van... Nou ja, ik doe geen vrouwen in mijn leven. Maar een contract met haar. En dat ze €300 per maand krijgt. Op een G-rekening. En dat het met haar goed gaat. En ik met haar naar de sauna. Op mijn kosten. Mijn magere, minder dan 60 kilo wegende lichaam. Van 1,80 meter. Eén bonk spieren en geen vet. Nada, zilch, nothing. Een soort spermabank. En terug naar de Holocaust. Hè? Een belangrijk feit is dat de familie Bush betrokken was bij de financiering van die meer dan 50 concentratiekampen. En jij weet hooguit 10 namen van de 50. Dus jij kent maar 1/5 van de concentratiekampen. Mind you. En de familie Bush was betrokken bij de financiering van dat project. Dit is uit en te na uitgezocht. Ik geloof dat als je nu op YouTube even intypt voor Google. Ik geloof dat je wel kan vinden. De getuigenis die mij overtuigd heeft. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus, waar hebben wij het over? Als een zoon van Prescott Bush, die zat in de raad, de council, van het bestuur van de een of andere bank, de United American Bank. Die hebben de poen op tafel gelegd, zodat Albert Hitler, je hebt Albert Heijn en Adolf Hitler. En allebei is het, aha, er leeft niets. Dat je het begrijpt. Hè? Die Prescott Bush heeft de poen op tafel laten liggen. Die wist er helemaal van. Mijn vriend Draga, dat is een codenaam, om hem te beschermen. Hij zit in de junior Bilderberg groep. En zijn vader die werkt bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook zo'n stelletje leugenaars. Die niet weten wat ze aan het doen zijn. Liegen.
En barbecue. Tegen Draga heb ik ooit nog eens gezegd. Zal ik je adopteren? Dat was op het moment dat Draga in Café de Wacht die gokmachine zag. En hij had munten. En hij gokte. Ik doe dat niet hoor. Ik snap het spelletje wel. En ik hou helemaal niet van geld. Als je geld hebt, dan komen mensen op je af en ja, jij hebt geld hè. En ik dacht, ik heb een heel geweldig plan en wil je meedoen? Nee, ze willen niet dat ik meedoe. Ze willen dat ik hen geld geef. Pauze. Ik hou niet van geld. En niet van het te veel, vooral. Ik hou van werk vermogen. Zo was het ook met die concentratiekampen. Die mensen werden te werk gesteld. In Auschwitz werkten ze voor Bayer. Of die, die andere chemische fabriek. De Bas F. Of was Bas F, later werd dat Bayer. Er is zo'n leuke mop in omgang van Sam en Moos. Sam en Moos in Auschwitz. Sam en Moos hadden zich de hele dag te pletter gewerkt als Joden. Als minkukkels. En ze moesten naar het avondappel. En Sam en Moos, ja, die waren weer eens helemaal op tijd. En de rest niet, hè. Al die ongelovigen. Gingen Sam en Moos, die gingen op een bankje zitten om te wachten tot de rest zou komen voor het avondappel. En toen zei Sam tegen Moos, ik voel me niet zo lekker. En Moos die schrikt, jongen. En die valt van het bankje af. En Sam die kijkt naar Moos en zegt, ben je nou geschrokken? Dat ziet er niet netjes uit. Wij zijn allebei Joden. En ik als Jood, ik als Samme, ik zit netjes op de bank te wachten op het avondappel. En jij, waar ben je nou, man? Waar ben je nou mee bezig? En Moos die gaat weer naast Sam zitten. En die zei, straks ga je naar dokter Mengelen. En Sam zo heel aardig. Die doet zijn rechterarm om Moos heen. Die zegt, Moos, ik voel me niet zo lekker. En naar dokter Mengelen ga ik niet. Ik voel me niet zo lekker. Ik heb een beetje verhoging. Dat is anders. En morgen gaan we weer fijn aniline maken. Oh, zei Moos. Oh, ik schrok even. Oh, zei Sam. Dat kan gebeuren. Ik dien de waarheid te spreken. Ik voel me niet zo lekker. Ik heb verhoging in mijn lichaam. Dat dan. Oh, zei Moos. Ja, als je maar niet naar de dokter gaat.
Mengele. Of Dr. Green. Dat is die andere. Dat je het even weet. Het leven is geen grapje. Christus Jezus heeft gezegd: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En zo is het. De weg is de waarheid. En het leven. Zelfs al je haren zijn geteld. Pauze. En denk. Laat het inzinken. Voel dat je nekharen ook overeind staan. Ik ben een strijder. Ik ben een Germaan. Een Viking. Als er ergens vrede is, dan heb ik niks te doen. Ik zoek strijd. En dat mag van alles zijn hoor. Witte dood. Rode dood. Stro dood. Waarschijnlijk krijg ik stro dood. Dat is mijn gevoel. Dat is emotie. Wat je hart en je, dat je het voelt. Christus Jezus, die ging dood toen hij 33 was. Was een Jood, hè? Christus Jezus was een Jood. Ik ben geen Jood. Ik ben een Germaan. En ik heb een cursus Hebreeuws gedaan op Duolingo. En ik begrijp waarom hij dat deed. Je Bereshit bara Elohim et Hashemayim v'et Haaretz. Nou, als je die één keer begrijpt en in je reet stapt, dan snap je mij ook. En dan begrijp je waarom Christus Jezus dat gedaan heeft. Ik zeg niet, ik wil het niet goed praten. Normaal niet. Ik vind het dramatisch. Als je het hebt over drama, koningin. Nou, Christus Jezus was er eentje, hoor. En dan ook nog klagen. Tegen God. Van, o Heer, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Nee, vergeef het hen. Dat is ook zo'n discussie. Ik ga het nog even opzoeken in de Statenvertaling. Met hun en hen. Modern Nederlands is dat Christus Jezus had moeten. Nou, hij sprak Hebreeuws of zo. Vertaald in het Grieks. O Heer, vergeef hun gedrag. Ze weten niet wat ze doen. Risky uitspraak.
riskante uitspraak, sorry. Een uitspraak waar wij niks aan hebben. Een uitspraak die je moet zien in de context. En de woorden van Christus Jezus, die opgeschreven zijn, hebben mijn beweegredenen veranderd. En ik kan niet meer terug. Een andere leuke. Als je naar Auschwitz gaat, dan is daar een gaskamer. Die gaskamer, daar mag je naar binnen lopen. Dat is publiek terrein. Die gaskamer is gebouwd in 1946, in opdracht van die Russische commandant, Josef Stalin. En dat is een artiestennaam. Josef Stalin heette Glibberen de Kanide Wotsi. Maar dat klinkt niet. En Jozef Stalin is, net als Adolf Hitler en Winston Churchill en Frederik, Franklin, Delano Roosevelt, FDR, Roosevelt, Nederlandse achternaam. Alles was verordoneerd door de paus, de spreekbuis van alles dat de mens, Adam, haat. Neem die idee. Waarom werk je aan een aanvalsplan dusdanig dat de vijand de zon in de rug heeft? Niet echt goed, hè? Lijkt mij. Om 6:00 's morgens, op 6 juni. Dat is 666. 6:00 's morgens. Op de zesde dag. Van de zesde maand. En juni is niet de zesde maand. Maar dat maakt niet uit. Hè? Iedereen is idioot. We doen alsof het allemaal normaal is. En dat aanvalsplan met die boten en dat dan de voordeur open gaat en dan gaan we allemaal naar buiten om kapot geschoten te worden door die Duitsers die de zon in de rug hebben om 6:00 's morgens en een ratatatatatatat. En Stalingrad, ook zo leuk.
Ah, en je begrijpt het. Of je snapt het. Zoals George Orwell zei, be afraid, very afraid. Ja, hij wist ervan. George Orwell was van de binnenkant. De evilness. De haat. Van de menselijke aanwezigheid. Begrijp mij goed. In Berlijn zijn 500.000 vrouwen verkracht. In opdracht van de paus. Ik ben van de stroming en die zegt, vergeving is voorbij. De trooster, de Heilige Geest, the Holy Spirit, is onze moeder. En meer niet. En jij gaat het ook geloven. Of je eindigt als vrouw in Berlijn, wachtend op de Mongolen, die je deuren doortrappen en jou zum Tote verkwaldigen. Het leven is geen geintje. Dat kan behoorlijk pijn doen. Pauze. 500.000 Berlijnse vrouwen. Allemaal gepakt. Want hun mannen waren aan het vechten. En voor wat? Het is geschiedenis, het is gebeurd. Dat meen je niet. Zit niet zo te zeuren. Have a coke. And have a smile. En als man ga jij je eigen weg. Je koopt een receptenboek en willekeurig kies jij een recept en kijkt naar de kosten van het recept en je voorspelt het afval, het keukenafval van jouw recept. En daar heb je ook een plan voor. Ik heb een composthoop. Ik kreeg bloemen voor mijn verjaardag.
van mijn dochter. Ik had haar nog gezegd, ik heb geen cadeautje nodig. Ik bulk in de poen. En waarom zou je rijke mensen cadeau geven? Zij stond erop dat ze bloemen mee zou nemen. Zij gelooft dat er 6 miljoen Joden zijn vergast. En dat is niet waar. Zij gelooft in een leugen. Nou, dan neemt ze bloemen mee. En ik zag wat ze deed. En die rode roos, die stond. I heart you. Ja, toen ik. Not. Want zij gelooft in een leugen. En mensen die geloven in een leugen, die zijn onbetrouwbaar. Waar zijn die 6 miljoen Joden vergast en wanneer? Ze zeiden, ja, in Auschwitz 2000 Joden per dag. Maar een crematie kost je 1,5 uur. Een mens bestaat voor 60% uit water. Nee, meer. Dus als je een dikke Jood hebt van 70 kilo, dan heb je 60 liter water en dan moet je verdampen. Daar heb je nogal wat brandstof voor nodig, dacht ik. Nou, fuck you. Een oude Duitse vrouw die hierbij stilstond, is in de gevangenis beland. Ik weet haar naam niet. Het was een mooie Duitse naam. Een student die geconstateerd had dat als je mensen wil vergassen met waterstofcyanide, dat moet per definitie een verkleuring geven in de muren, want daar zit calcium. Dat is kalk. Dat moet. En er is geen verkleuring geconstateerd in enige gaskamer. Er waren geen gaskamers. Er is die idioterie van D-Day en Stalingrad. En de rest van die leugens. Gedenk dit goed. Komende vrijdag heb ik met Barça afgesproken dat we restjes gaan eten. En zij zorgt voor patat. Een kippendijfilet. En meer niet. Ik zorg voor de rest. En daarna gaan we eten kip in zoet-zure saus.
mijn coördinator heb ik gevraagd. Ja, maar hoe dan? Nou, ik een recept gekregen van ramadanrecepten.nl. En ik ga kip in zoetzure saus maken. En jij ook. Of niet? En dan kan jij zeggen, ja, maar wat is het recept? En mijn punt is, zoek dat recept op ramadanrecepten.nl. Kip, zoet, zure saus. Sweet and sour chicken. En doe het je voortplantende zelf. Van kip in zoet-zure saus is nog nooit een Jood van gestorven. Ook geen Sinti, ook geen Roma. Nee, de meeste mensen die denken, miam, miam. Er is wel een kok nodig. Een schepper van orde uit chaos. En, nou, nu ga ik heel lullig spreken. En om eerlijk te zijn. Waarom zeg je dat, hè? En om eerlijk te zijn. Ik zeg het toch. Ik hou meer van jullie dan van bakstenen. Waar ik dagelijks overheen loop. En die bakstenen, die slijten mijn rubber zolen. Jullie niet. Ik loop niet over jullie heen. Zucht. Dag, lievers. En ga bidden.